Kieron de Wilde, welkom bij Lira Lierse. Dank u. Vertel eens, hoe ben jij net bij onze club terechtgekomen? Mijn managers zijn eigenlijk gecontacteerd geweest door Lira Lierse, die mij dan ook gecontacteerd hebben. Dus Roel van Emert en Serge McDonald hebben mij dan gecontacteerd dat er interesse was van Lira Lierse. Uiteindelijk zijn we erop ingegaan en hebben we twee toffe gesprekken gehad met het bestuur. En zijn mij kunnen overtuigen, dus ik ben heel blij dat ik hier ben. Vertel eens, wie is Kieron de Wilde? Ik ben een linksback die graag de flank op en af gaat, zoals in het huidige voetbal een beetje moet. Ik ben ook iemand dat uit de voet kan als centraal verdediger. Positioneel goed. Ik ben redelijk groot wel van postuur. Waar de meesten dan natuurlijk van denken dat hij wat trager is, maar mijn snelheid heb ik gelukkig wel mee. Dus ja, ik ben een linksback. Je hebt je jeugdopleiding gehad bij het elite niveau. Hè? Ja, dat klopt. Ik ben begonnen bij Lokeren, dus het vroegere Sporting Lokeren. Ik ben dan op mijn 10 jaar naar Club Brugge vertrokken, tot mijn 17. 17-jarige leeftijd ben ik dan vertrokken naar Antwerpen, waar ik dan ook 2 seizoenen gespeeld en dan vorig jaar eigenlijk een seizoen bij Lokeren Temse. Nu, ja, van het vorige seizoen valt weinig te herinneren. Hè? Ja, dat klopt. Jammer genoeg, door de coronamaatregelen zijn er heel weinig wedstrijden gespeeld geweest. We hadden wel nog geluk dat we dan als een van de weinige ploegen uit de tweede amateur nog de bekerwedstrijden mochten spelen tegen Sint-Truiden. Maar jammer genoeg, daarna is het voor ons ook helemaal afgelopen geweest. Dus dat is het jammer aan heel het coronaverhaal. Je bent een van de weinigen die in januari nog aan het trainen geweest is. Ja, dat klopt. Dus ja, we mochten dan in januari nog een goede maand verder trainen, want we hadden dan nog een bekerwedstrijd in februari, begin februari, tegen Sint-Truiden. Maar ja, dat was dan ook jammer genoeg de enige maand dat nog gevoetbald is geweest. Ja, hoe hou jij je bezig in deze coronaperiode? Voorlopig is het nu zoals vroeger eigenlijk met lopen gewoon. Lopen af en toe is met de papa of zo wat voetballen. Maar heel weinig in verband met vrienden of zo. Heel weinig nu met die maatregelen. Dus het is een beetje vooral lopen en fietsen en bepaalde andere hobby's wat uitoefenen nu. Wat heb je al geleerd over de club? Ik heb al heel veel geleerd over de club. De geschiedenis heb ik al een beetje leren kennen. Het is me ook duidelijk al verteld geweest wat en hoe. Dus er is ook heel veel ambitie hier bij de club. Ik wil ook alleen maar groeien, wat dus ook past bij mij. Ik wil ook alleen maar groeien. Ik heb ook nog heel veel ambities. Dus ik denk een goede match. Voor jou ook meteen een eerste grote test binnen een eerste elftal? Ja, dat klopt. Ik heb nog nooit echt in een eerste elftal met vaste waarde kunnen zijn. Ja, bij Lokeren Temsen is het nu jammer genoeg ook niet echt kunnen lukken door de corona. Dus ik hoop dat we nu eigenlijk een proper en nieuw seizoen kunnen starten met heel veel wedstrijden. En, hopelijk veel basisplaatsen. Voor jou mag het seizoen snel beginnen? Zeker en vast, 100%.